Ik werk bij de kapsalon sinds in mei 2009 voor het eerst. Hoe laat begin je zo'n 8 uur meestal. Nou, een beetje even koffie even geven eerst aan die mensen. Dan voor onze eigen koffie dat er een beetje bij moet komen. En dan gaan we alle spullen klaarzetten, producten, kammen neerleggen. Dus weet je, zin dat ik hier werkt bij deze kapper, is heel leuk hoor, gezellig. Ja. En ik ken iedereen, heel veel mensen hier die hier wonen. En ik ken de collega's heel veel van de keuken ook, iedereen. Dus ook, het is ook voor mij vertrouwelijk, voor mij. Ik werk dinsdag, woensdag en donderdag. En hoe was het om hier te beginnen? Een beetje moeilijk. Ja? Ja. Wat was moeilijk? Ja, het was een gids heeft, en dan zag ik... Zag ik een beetje mijn eigen beetje, ging steeds weggelopen steeds. Maar naderhand, toen ik een paar jaartjes meer werkte bij de kapsalon, heb ik toch heel veel dingen geleerd. Haar wassen. En ik heb ook geleerd met rolletjes van wassen, watergolven. Als het onder de kap is geweest, dan is het helemaal droog. 20 minuten, leg dan wat voor dik haar ze hebben. Of slap, of een beetje dun haar. En als het droog is, mag ik dat eruit halen, mag ik het wel eens uitkammen, wel eens soms. Maar niet touperen, want het gaat... Dat gaat ook nog voor leren nog. Wat is jouw talent? Mijn talent? Ja, meestal in haar wassen. Dan zeg ik, een beetje feunen kan ik wel. Want ik doe meestal op donderdag, als Joke er is, want zij is de baas van de kapsalon, ga ik eens naar haar eens wassen. En dan doe ik altijd achter bij de nekfeunen. Dat gaat makkelijker voor mij. Maar ik ga het ook bij die klus gaat ook leren met feunen bij mensen. Dus het is voor stapje voor stapje.